Hallo allemaal, dit is een filmpje dat gaat over hoe je een reactievergelijking van een chemische reactie op kunt stellen. Dan begin ik even met de formules van de stoffen, want die formules die komen in de reactievergelijking. Ik maak even onderscheid tussen elementen, dat zijn dingen die uit één atoom zo bestaan, staan op het periodiek systeem, en verbindingen die komen zo meteen. Nou, van die elementen zijn er 7 die je moet kennen als tweeling. Dat is bro, Br2, O2, F2, I2, H2, N2 en CO2. Nou, er zijn allerlei ezelbruggetjes voor. Hier staat er 1. Brits organiseert feest in het nieuwe clubhuis. Je kunt het zien, de eerste letters van die woorden, dat zijn de afkortingen van die 7 tweelingen. Heb je binas, kun je het ook vinden in tabel 40a van binas. 2 elementen, zwavel en fosfor, dat is een beetje uitzonderlijk, S8 en P4. Nou, vind je niet echt te weten, staat er vaak wel bij. Maar het overgrote deel van het periodiek systeem is alleen. Ja, bijvoorbeeld Mg, He, nou, de rest zijn allemaal in zeentje. Komen we bij verbindingen, daar moet je even een paar dingen voor weten. Hè. De naam van een verbinding bestaat altijd uit de namen van de elementen waar de verbinding uit bestaat. En dan moet je ook nog zeggen hoeveel je ervan hebt. Nou, de eerste 6 Griekse telwoorden, die moet je weten. Mono, denk aan een monoloog. Dat is 1 persoon. Een dialoog nu met z'n tweeën. Een trio is met z'n drieën. Tetra is 4, penta is 5 en hexa is 6. Dan zijn er van een aantal elementen wat andere namen gebruikt. Als je bijvoorbeeld zuurstof niet als eerste element, maar als tweede, dan heet het niet zuurstof, maar oxide. Denk bijvoorbeeld aan koolstofdioxide. Bij zwavel heet dat sulfide. En voor fluor vraag ik het even aan mijn dochter Tamar. Hoe heet het dan? Fluoride. Wij moeten op school ook fluor spoelen. Inderdaad, op de kleuterschool heb je zelf misschien ook wel fluor moeten spoelen. Nou, dat is gelukkig niet echt fluor, dat is hartstikke giftig. Dat is natriumfluoride, NaF. Nou, zo heb je ook chloride, bromide en jodide. Even een paar voorbeeldjes. CS2, nou, hoe heet dat dus? C is koolstof, S is zwavel, maar het is niet het eerste element, het wordt sulfide. Ik heb het zwavel 2 keer, dus deze stof heet koolstofdisulfide. Let erop, het woordje die komt in de naam voor sulfide, in de formule komt het na de S. SO3, hoe heet die? Nou, zwavel, en nu heet het wel zwavel, het eerste element. Zuurstof als tweede element, oxide, zwavel, trioxide. En dan hebben we nog als laatste voorbeeldje N2Br4. Nou, 2 keer stikstof, die stikstof en dan 4 keer brom, tetrabromide. Let er even op, bij dat stikstof wordt als een kleine vergissing gemaakt. Als je het element stikstof hebt, is het N2. En hier is de verbinding, dus dan moet je wel echt zeggen dat er 2 N'tjes in zitten. Dus die stikstof, tetrabromide. Goed, zijn we toe aan de reactievergelijkingen. Ik ga gewoon even een paar voorbeelden laten zien. En dan begin ik met de volledige verbranding van ethaan. Dat spulstof in aanstekers. En bij een volledige verbranding ontstaan koolstofdioxide en water. Als je een koolwaterstof zoals C2H6 verbrandt. En de vraag is, geef de reactievergelijking. Nou, ik ga dit voorbeeld even heel uitgebreid laten zien. Als je het kan, hoef je natuurlijk niet steeds al deze tekeningjes te maken. Kun je het gewoon sneller doen, maar even... Als eerste voorbeeld wat uitgebreider dus. Nou, C2H6, kun je zo'n soort tekeningetje bij maken. Hè? 2 koolstoffen en 6 waterstoffen zitten erin. Een verbranding betekent dat het met zuurstof reageert. Let op, zuurstof hoort bij je tweelingen, O2. En wat ontstaat er? Dat staat hier in de vraag. Koolstofdioxide, CO2 en water, H2O. Water is natuurlijk geen officiële naam, ik ga ervan uit dat je dat wel weet. Deze vergelijking, zoals die hier staat, die klopt niet. En wat daarmee wordt bedoeld is, als de vergelijking klopt, moeten van elk atoomsoort de aantallen aan beide kanten van het pijltje gelijk zijn. Ik heb hier bijvoorbeeld 2 keer een koolstof, 2 C'tjes, en daar maar 1, dus dat klopt niet. Maar bij het kloppend maken moet ik ervoor zorgen dat de C klopt. Dus aan beide kanten evenveel C-atomen, en ook evenveel H-atomen, en ook evenveel O-atomen. Nou, ga ik stap voor stap doen. Om die koolstof kloppen te krijgen, zou ik bijvoorbeeld een tweede CO2-molecuul erbij kunnen tekenen. In de vergelijking zet ik dan een 2 voor de CO2. Let erop, en je mag niet in die formules iets veranderen. Ik mag niet zeggen, oh,
ook maken C2O2 van of zoiets. Dat mag niet. Koolstofdioxide is CO2. De getallen ervoor, coëfficiënten heette dat, mag je wel veranderen. Op dit moment klopt de C. De waterstof nog niet. Ik heb er links 6 staan en rechts 2. Nou, dat is op te lossen door 3 watermoleculen te nemen. En daar weer een 3 voor te zetten. Nu heb ik links 6 haakjes en rechts 6 haakjes. Dus de H klopt ook. En we gaan kijken, de zuurstof klopt. Nou, nu nog niet. Hier staan 2 O'tjes. En hier staan er 2. Nog een keer 2 erbij is 4. 5, 6, 7. Dus 7 O'tjes rechts en 2 links. Dat is lastig. Als ik het kloppend wil maken, dan zou ik eigenlijk 3,5 keer O2 hebben. Op dit moment heb ik dus 7 O'tjes links en 7 O'tjes rechts. Maar ja, een half molecuul, dat kan niet echt. Je mag nooit halven in zo'n vergelijking gebruiken. En dan is de oplossing om alles gewoon keer 2 te doen. Neem overal 2 keer zoveel van. Te beginnen 2 keer een ethaanmolecuul. Zet ik hier dus een 2 voor. Klopt nu verder helemaal niet meer. Maar als ik ook 2 keer zoveel CO2 moleculen neem, dan klopt het aantal C'tjes nu. Ik heb hier 4 C's en daar 4. Dan moet ik die water natuurlijk ook verdubbelen. Nu staan er 6 watermoleculen, dus 12 haakjes. En hier staan er 6 en nog 6, ook 12 haakjes. Dus nu klopt de C, nu klopt de H. Maar ook nog niets. Dat is op te lossen door 7 keer O2 te nemen. Ik heb nu 3,5 keer 2 gedaan. Nu staan er 14 O'tjes aan de linkerkant. En ook, dit zijn er samen 8 en 6 erbij. Dat is ook 14 O'tjes rechts. En nu heb ik een vergelijking die helemaal klopt. Nou, nog wat voorbeeldjes. Eerst is het maken van ammoniak NH3 uit elementen. Nou, conform betekent dat NH3 rechts van de pijl komt. En dan moet ik gaan bedenken, wat zijn nou de elementen waar dit van gemaakt is? Nou, dat zijn stikstof en waterstof. Stikstof en waterstof stonden allebei bij die 7 tweeling. Dus het is niet gewoon N, het is N2. En het is ook H2. Nou, dit is een vergelijking die nog niet klopt. Ik heb namelijk 2 stikstofatomen links en maar eentje rechts. Met een 2'tje hiervoor is de stikstof kloppend. Aan beide kanten 2. Waterstof nog niet. Links staan nu 2. En rechts staan er 2 keer 3 is 6. Nou, om dat in orde te maken, moet er dus een 3'tje voor het H2. Nu heb ik aan beide kanten 2 stikstoffen en 6 waterstoffen. Dus een kloppende vergelijking. Nou, nog een voorbeeldje. Het omgekeerde. Hier gaat er een verbinding kapot. Hij wordt ontleed. Dat kan je doen door hem te smelten onder stroom te zetten. Bij Al2O3 krijgen we een aluminium en zuurstof. Nou, in reactievergelijkingentaal heb ik dus links van de pijl dat Al2O3. Waar wordt dat in omgezet? In Al en O2. Aluminium is gewoon alleen, zuurstof staat bij de 2. Let op, het klopt natuurlijk nog niet. Ik ga nu getallen ervoor zetten, coëfficiënten, zodat die kloppend maakt. Ik mag niet hier Al2 en daar O3 van maken. Al2 bestaat niet en O3 is geen zuurstof, maar ozon. Nou, om dat kloppen te maken begin ik met een 2'tje voor het aluminium te zetten. Dan heb ik aan beide kanten 2 keer aluminium. Zuurstof moet nog even kloppen. Hier staan er 3 en daar staan er 2. Nou, als ik 1,5 keer O2 neem, dan heb ik 3 O'tjes rechts en 3 links. Nou, op het moment dat je een half als coëfficiënt hebt, of 1,5 of 2,5 of zo, dan verdubbel je gewoon alles. Neem ik 2 Al2O3 en maak er 4 Al en 3 O2 van, dan heb ik aan beide kanten 4 keer aluminium en 6 keer zuurstof. Dus het klopt. Nou, nog één laatste voorbeeld. Waterdamp kan ontleden tot waterstof en zuurstof. Moet je met een hoge temperatuur aankomen. En de vraag is: geef de vergelijking. Nou, waterdamp en waterstof worden wel eens door elkaar gehaald, vandaar dat ik dit voorbeeld ook eventjes genoemd heb. Waterdamp is gewoon H2O in de gasfase. Dat wordt waterstof H2 en zuurstof O2. En om het kloppen te maken, de O klopt nu nog niet, zet ik hier een 2'tje voor. Dan heb ik 2 O's links en 2 O's rechts. Nog hier een 2 erbij. En nu heb ik een vergelijking die klopt. Dit is dezelfde vergelijking als de elektrolyse van water. Dan begin je met vloeibaar water. Goed, oefen hier heel veel mee. Dan zie je na een tijdje dat het heel eenvoudig wordt. Maar zorg wel dat je goed de formules van de stoffen weet. Succes met oefenen.